Hoi allemaal, weer een nieuw filmpje waarin we in dit filmpje het gaan hebben over het tekenen van een parabool. Wat is nou eigenlijk een parabool en waar hoort nou eigenlijk een parabool bij? Als we het hebben over een parabool tekenen, dan heb ik het over een grafiek tekenen bij een kwadratische formule. Nou, in de vorige filmpjes heb ik jullie laten zien wat nou eigenlijk een kwadratische formule is. Nu gaan we eens even kijken hoe je nou een grafiek moet tekenen bij een kwadratische formule, oftewel een parabool. Hoe ga ik een grafiek tekenen bij bijvoorbeeld de formule i is x kwadraat min 2? Gegeven is die formule, x kwadraat min 2. De allereerste stap die we gaan ondernemen is een tabel maken van min 3 tot en met 3. Hoe ziet zo'n tabel er nou uit? Je hebt boven in de tabel de x en onder in de tabel de y. De x is steeds wat ik ga invullen in de formule en de y is steeds wat er uitkomt. Nou, als ik zeg maak een tabel van min 3 tot en met 3, dan wil ik ook alle waarden die daartussen zitten. Dus min 2 ook. Min 1 ook, 0, 1, 2 en 3. Heel vaak zie je bij de opgave maak een tabel van bijvoorbeeld min 3 tot en met 3. Als dat er niet bij staat, dan maak je hem automatisch van min 3 tot en met 3. Zometeen zal ik ook vertellen waarom. Ik wil sowieso 7 antwoorden hebben bij de kwadratische formule. Ik ga zo meteen namelijk een grafiek tekenen die door minimaal 7 punten gaat. Als ik mijn tabel heb, wil ik de uitkomsten graag weten bij de min 3, bij de min 2, bij de min 1, bij de 0, de 1, de 2 en de 3. Denk goed na wat de uitkomst zou kunnen zijn bij bijvoorbeeld het getal min 3. Als ik min 3 in de formule ga invullen, moet je goed opletten dat min 3 een negatief getal is. We hebben geleerd, als ik een negatief getal invul in de kwadratische formule, dan moet die altijd tussen haakjes. Dus je krijgt die min 3 tussen haakjes in het kwadraat, min 2. Is ook wel 9 min 2 en 9 min 2 is 7. Nou, denk goed na naar de rest van de antwoorden. Wat zou er uitkomen als ik min 2 invul? Heel goed. Daar komt 2 uit. Want min 2 in het kwadraat is 4 en 4 min 2 is 2. Wat komt er dan uit als ik min 1 invul? Super. Min 1. Vul ik 0 in? Komt er min 2 uit? Vul ik 1 in? Komt er weer min 1 uit? Bij 2 komt er weer 2 uit. En bij het getal 3 komt er weer 7 uit. Nu heb ik mijn tabel gemaakt. Als ik mijn tabel heb gemaakt, dan heb ik alle bruikbare gegevens om de grafiek te tekenen. We gaan onze assenstelsel tekenen. En een assenstelsel bestaat uit een x-as en een y-as. De x-as laat ik lopen van min 3 tot en met 3. En de i-as ga ik kijken wat nou het kleinste getal qua i-waarde is. Dat is min 2. En de grootste waarde is 7. Dus hij moet sowieso lopen van min 2 tot en met 7. Maak de assen zo dat in ieder geval deze punten erin kunnen komen. Als ik dat doe, zie je hier de getallen staan waarbij ik hem iets breder heb genomen. Ik ga alle punten van de tabel ga ik daar neerzetten. Dus de allereerste coördinaat zet ik neer bij min 3,7. Dat is de eerste. De volgende is min 2,2. Daarna min 1, min 1. Dan 0, min 2. Daarna 1, min 1. Dan 2,2. En de laatste 3,7. Nu heb je de punten getekend in je assenstelsel en nu ga je proberen door die punten een hele mooie grafiek te tekenen. Let goed op, je mag hier geen gebruik maken van je lineaal.
Dus probeer met je losse pols met potlood door die punten een hele mooie vloeiende lijn te tekenen. Als je dat doet, ziet hij er ongeveer zo uit. Een hele mooie vloeiende lijn door de punten die je net in je assistentstelsel hebt getekend. Dit noemen we een parabool. We hebben nu een parabool getekend bij de formule I is x² min 2. We zien hier nu een dalparabool. Je ziet eigenlijk wel een soort van dalletje erin. Het tegenovergestelde van een dalparabool is een bergparabool. Die gaan jullie ook te zien krijgen bij de opgaves. We hebben vandaag in dit filmpje een grafiek getekend bij de formule I is x² min 2. Mocht je ergens tegenaan lopen, heb je nog ergens vragen over, laat het me weten, zodat ik je allemaal kan helpen. Heel veel succes en dan zie ik je snel weer terug bij het volgende filmpje. Doei doei!